Bij Wereldwaterdag vandaag wordt stilgestaan bij het waarderen van water. Dat is ook het thema van deze internationale dag. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij, de SWM, heeft in dit kader via social media de gemeenschap bewust gemaakt over deze dag. Tevens is het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in verband met Wereldwaterdag gestart met een Facebook bewustwordingscampagne. Het ministerie heeft als bijzondere taak te zorgen voor de voorziening van schoon drinkwater in Suriname. Volgens Ashwini Hemai, diensthoofd planning en onderzoek van de SWM, is de Internationale Dag van Water een belangrijke dag voor de SWM. Als drinkwaterbedrijf hebben wij de zorg ook genomen om de Surinaamse bevolking te voorzien van goed kwalitatief gezond drinkwater. En dat is dan een taak die dan op de schouders rust van de SWM en wordt dus met man en macht ook geprobeerd om te voorzien in deze behoefte. Dit zegt de SWM dat mensen ook waarde moeten hechten aan de productie van water en het kunnen gebruiken van water. Want het is niet overal ter wereld dat de mensen gebruik kunnen maken van goed drinkwater. In Suriname is het zo het geval dat we goed zijn voorzien van goed drinkwater. Onze voorraden die liggen er en die worden dan door de SWM benut en beschikbaar gesteld voor de Surinaamse bevolking voor drinkwatergebruik. Er wordt sinds 1992 stilgestaan bij het belang van Wereldwaterdag in Suriname. In de context van de United Nations Sustainable Development Goal nummer 6, schoon drinkwater en sanitair voor iedereen, heeft de SWM als boodschap dat de gemeenschap zuinig moet omgaan met het beschikbare water. In het kader van de Wereldwaterdag zou ik zeggen, er is een behoorlijke beschikbaarheid aan goed drinkwater. Wees er zuinig op. En het zuinig zijn is allemaal belangrijk, zodat ook een ieder in voldoende mate voorzien kan worden van goed drinkwater. Het is een heel kostbaar goed en we moeten er trots op zijn als Suriname dat we erover kunnen beschikken. Nou, dat heeft de SWM allemaal geborgd in hun hele bedrijfsvoering. Dat drinkwater continu wordt gemonitord door onze eigen laboratorium. Ook problemen in ons netwerk als onze station. Stations, die worden dus bijgehouden en ook die, zo spoedig als mogelijk aangepakt om ervoor te zorgen dat er goed en gezond drinkwater bij onze bevolking aankomt. Dat was Ashwini Hemai, diensthoofd planning en onderzoek van de SWM. We spraken haar in het kader van Wereldwaterdag vandaag met als thema Valuing Water, oftewel de waardering van water.